Oké. Ja. Een hele, hele goed. Nou, er gebeurde iets. Ik had de telefoon niet aangeraakt en hij begint in één keer te spelen. Op te nemen. Dus, nou, goed. Een hele, hele goede morgen deze morgen, lieve, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ja. Ik heb weer getraind. En, er zit gelukkig deze keer. Ik mag deze keer zeggen dat het gelukkig is. Er zit een beetje progressie in. Jee. En ja, dat is natuurlijk altijd fijn. Op het moment dat er wat progressie in zit. Tot de reden, ik ga niet te hard roepen. Ik ga niet veel te hard roepen. Maar ja, ik heb net wederom op de loopband gestaan. En ik moet zeggen, dat ging goed. Ik ben begonnen, zoals ik al zeg, en de vorige keer al gezegd heb van om langzaam wat op te bouwen en op een gegeven moment tempo wat te verhogen. Maar in ieder geval dat ik die 12 minuten zeg maar, uit kan lopen zonder dat ik last krijg van mijn kuiten. Want ook dat speelt nog steeds mee. Maar dat ging wonderbaarlijk goed vandaag. Qua tempo ben ik begonnen op de band 9,3 per uur. En uiteindelijk ben ik toch na 12 minuten geëindigd op 10,4. Ja. Dus ja, dat kun je wel stellen dat je progressie maakt. Zonder last te krijgen van mijn kuiten. Het opbouwen van mijn tempo begon ik al eerder te doen. Dus ik ben dan begonnen op 9,3. En na 4 minuten had ik hem alweer opgeschroefd naar 9,5. Van rond de 6,5 minuten opgeschroefd naar 9,7. Rond de 10 minuten opgeschroefd naar 10,2. Ik denk, nou ja, goed, dan pakken we er nog maar 3 tienden bij. En toen zat ik dus op 10,3 of 10,4. Een van die twee, ik heb het niet meer helemaal goed onthouden. Maar ja, uiteindelijk geeft dat wel weer een lekker gevoel. Dat je weer wat tempo kunt lopen. Dat je dan niet meteen het idee krijgt van, oh, daar zie je het er weer in. Gewoon niks gevoeld. Dat was helemaal prima zo. Dus ik probeer dit nu weer langzaamaan uit te bouwen. Tot, zeg maar, beginnen misschien al te starten met een wat hoger tempo. Misschien is dat nog wel een punt waar ik over na ga denken. Om in plaats van 12 minuten door te gaan trekken langzaamaan naar bijvoorbeeld 20 minuten. Houdt natuurlijk wel in dat ik dan in tijd voor mijn fitnessgedeelte, zeg maar voor mijn gewichtentraining, dat ik daarop moet gaan korten. Vanwege tijd, zoals bijvoorbeeld vandaag. Want vandaag ga ik weer naar het voetballen. Thuis tegen VV Echt. Dus ja, dan zit je weer met zo'n tijdsstukje in je hoofd van oké, ik kan dan wel bij spreken mijn tempo of mijn dingen gaan verlagen of verhogen. Mijn tijd gaan verhogen. Maar dan kom je natuurlijk weer in de tijd met jouw restoefeningen die je wil doen. En dan hoor ik menig een al zeggen van nou, dat begin je toch eerder. Ja, dat kan, maar ik stond vanmorgen om 8:30 al in de gym. En ja, natuurlijk, als ik dan om 7:30 sta, dan heb ik wel weer tijd genoeg, maar ja... Ja, ik ben natuurlijk ook niet meer de jongste. Dus nee, ik moet wel kijken hoe dat ik dit ga doen, hoe dat ik dit precies ga aanpakken. Laat ik eerst maar eens gewoon rustig gaan beginnen met die 12 minuten volhouden. Kijken of dat ik dat in een volgender tempo, zo moet dat ik zeggen, in een volgender tempo kan gaan lopen. Zodat ik in ieder geval die kuiten zeg maar, in een bepaalde belasting krijg dus die niet pijn gaan doen. Dat is wat ik wil bereiken. Ik moet dus gaan lopen tot het moment. Nee, niet tot het moment. Ik moet het moment helemaal niet meer krijgen. Dan is het gewoon op het moment dat ik weer ga lopen en ik zou weer het moment gaan zoeken waarop ik weer last krijg van mijn kuit. Dan kan ik opnieuw beginnen. Dus ik moet die fase daarvoor, daar moet ik me eigenlijk al afkappen. Ja, wanneer is dat? Ja. Nou, dan moet je een beetje gaan zoeken.
Dus ik ben ermee bezig. En zoals ik al zeg, vandaag voetballen. Dus gaan we weer kijken wat we er vandaag kunnen maken. Vorige week ben ik natuurlijk niet mee geweest. Toen gingen ze naar Best Vooruit. En dat was een beste wedstrijd, had ik begrepen. 0-4 gewonnen. Dus ja, kijk wat we er vandaag van kunnen maken tegen VV Echt. Dus ik ben benieuwd. En, oh ja, en volgende week tegen Dongen thuis, dan ben ik er ook bij. En heel misschien, maar daar gaan we het straks even over hebben, heel misschien dat ik de 26e met de bekerwedstrijd ook meedoe. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Dan moet ik even kijken, maar er ligt nu het een en ander open. Goed, ik ga nu in ieder geval afsluiten, zodat ik lekker kan douchen en dan weer gaan omkleden voor en greep maken voor het voetballen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Eventjes verder helemaal niks. Ik zeg duimpje omhoog, even abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende week weer terug. En kijken of dat ik toch op een of andere manier meer abonnees kan trekken. Ben benieuwd. We zullen het zien. Goed, tot de volgende keer. De groeten. Ciao!